De video ontstond door een trend die momenteel gaande is op TikTok. Daarin laten mensen op lichtelijk cynische wijze zien wat voor grootheden ze hebben ontmoet in hun leven. Zo plaatsen sommigen foto's met een jonge Monica Geurs in een supermarkt of een foto met gevallen rapper Brace. Allemaal leuk en aardig, maar ene BO weet meer dan 1 miljoen views te pakken met een video waarin ze haar meest memorabele meet. Deze BO heeft namelijk een behoorlijk intiem momentje gehad met Ali B en Marco Borsato. De twee smeerballen die worden vervolgd voor onzedigheid met minderjarigen, kussen haar tegelijkertijd op haar wangen. Daarnaast staat daar Mai, die het gezicht trekt van een misselijke Amra. Wist toen al dat er iets niet klopte, schrijft iemand als reactie op de beelden. Amra kijkt exact hetzelfde als ik op dit moment, reageert een ander. Je wordt gewoon gesandwiched, schrijft een andere volger voor.